We kunnen zo zoetjes aan beginnen. Mijn naam is Jurgen Elsof. Ik ben regiomanager voor VNO-NCW MKB Noord voor de regio Drenthe. Wij gaan helaas weer online met onze fiscale eindjaarstips aan de slag. Voordeel van zeg maar het fiscaal van het online is dat we wel deze meeting, die we eigenlijk dus fysiek weer hadden willen doen. Dat was eigenlijk onze voorkeur, zodat je dan ook met elkaar wat meer kon praten. Dat we dat dan toch weer online moeten doen, maar dat we het wel even kunnen opnemen. André Kool van A4 is bij ons. Het is ook al wel een traditie. Jammer genoeg ook wel weer even dat het wat online is. Dat hopen we dat we die traditie snel weer kunnen breken. André heeft een presentatie voorbereid met ja, toch ook wel heel veel nuttige tips. André, krijgen de mensen deze presentatie ook na die tijd? Is dat voor jou oké? Of wat jouw Ja hoor, mailadres? dat is zeker oké. Alleen wat ik wel wil aangeven, dat ik natuurlijk in hoofdlijnen de dingen in de presentatie ook weergeef. Dus altijd goed om met je eigen fiscalist of accountant dat ook zo te bespreken en niet klakkeloos dat over te nemen, zeg maar. Dat is een hele goede tip. Ja. Vragen kunnen ook via de chat, die houden wij in de gaten. En bij is dan Rick van der S, mijn coördinator bij ons en ikzelf. Dus ik ga zo direct beginnen met het delen van de presentatie. En André kan dan tegen mij zeggen van, of ik een dia verder moet. Ja, dat is goed. André, het is aan Ja. jou. Ja, goedemiddag allemaal. Helaas, wat Jurgen ook al zei, weer online. We hopen dat het volgend jaar uiteraard anders is. Maar goed, voor nu hebben we er even weer mee te doen met elkaar. Dus we zullen er ook niet verder over uit gaan wijden. Aan mij is gevraagd om de presentatie van de eindejaarswerkzaamheden of eindejaarstips te geven. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben André Kool. Ik ben werkzaam bij A4 Belastingadviseurs in Tynaarlo. We liggen aan de snelweg tussen Assen en Groningen. Voor de meesten denk ik wel een bekend fenomeen. En vanuit die hoedanigheid ben ik ook actief betrokken bij met name het MKB-bedrijf, zeg maar, en ook bij non-profit instellingen. Dus vandaar dat men mij heeft gevraagd om deze presentatie te geven. Nou, het is goed wat Jurgen ook al zei, vragen tussentijds te stellen via de chat. Daar hou ik ook wel van. Daar kunnen we ook meteen op inspelen. Dus schroom niet om die vragen te stellen. Dan gaan we naar de volgende sheet, Jurgen. Even Als dat ja. lukt. Ja, en dan eentje verder. Ja. Ja, nou, misschien met een teleurstellend bericht te beginnen. Er zijn niet heel veel wijzigingen gemaakt, zeg maar. Dat komt eigenlijk omdat een groot deel van de wijzigingen al vorig jaar ook al bekend waren. En die lopen eigenlijk door naar 2022 en soms ook naar 2023. Dat heeft natuurlijk met name te maken met het feit dat we nu een demissionair kabinet eigenlijk hebben. Dus de grote beslissingen worden eigenlijk niet genomen. Maar dat betekent niet dat we volgend jaar, is mijn inschatting, dat we volgend jaar dan met terugwerkende kracht alsnog gaan inhalen. Ik heb begrepen dat deze week nagenoeg de contouren, of in ieder geval de partijen eruit zijn om een nieuw kabinet te gaan vormen. Nou, dat zal dus betekenen dat ze volgend jaar aan de slag gaan. En nou, dan is mijn overtuiging ook een en ander echt ingrijpend gaan veranderen, ook op belastinggebied. Er zijn natuurlijk een aantal discussies over box 3 bijvoorbeeld, over bepaalde regelingen in de bedrijfsvervolgingssfeer, over het AB-tarief, wat men wellicht omhoog wil doen. Dus van allerlei kanten zijn er nu al, nou, de ambtenaren nu al aan het kijken wat moet de nieuwe contouren eigenlijk gaan worden. Dus ik denk dat als we hier volgend jaar weer met elkaar zitten, dat dan de wijzigingen veel groter zullen zijn. Neemt niet weg dat er wel een aantal wijzigingen zijn en die zullen we ook doornemen en daar kunnen we ook ons voordeel mee doen. En wat we vervolgens ook hebben gezien, dat er wel een aantal vergroeningsmaatregelen ook voor volgend jaar zijn aangekondigd. Dus dat is wel wat is. Een beetje is benadrukt in de belastingplannen voor volgend jaar. Maar de echt grote wijzigingen zijn helaas niet doorgevoerd, zeg maar. En ik verwacht eigenlijk dat dat volgend jaar gaat gebeuren.
Dan de volgende sheet. Yes. En dan daar de volgende op. Ja, de grootste wijziging, en dat zullen jullie ook allemaal in het Financieel Dagblad hebben gezien of in de krant hebben gezien, heeft de laatste tijd best wel veel aandacht gekregen. Terwijl deze wijziging eigenlijk al verleden jaar ook al bekend was, zeg maar. Men had eigenlijk de verwachting dat men misschien dat wel dit jaar toch nog weer zou afschaffen of zou bijstellen, maar hij heeft toch ongeschonden de finish gehaald voor volgend jaar. En dat betekent eigenlijk dat het vennootschapsbelastingtarief, het belastingtarief wat BV's betalen, aanzienlijk zal gaan wijzigen. En wat is die wijziging eigenlijk? Dat met name de onderste schijf, dus wat nu tegen 16,5% is nu de eerste 245.000 euro winst belast. Dat gaat volgend jaar, gaat die 16,5% naar beneden, naar 15%, en wordt dat 395.000 euro. Dus dat is een hele goede tegemoetkoming, denk ik, voor het MKB-bedrijf. Dat betekent toch dat de eerste schijf wordt verlengd, zoals dat mooi heet. En dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Daar staat tegenover dat het toptarief iets omhoog gaat, naar 25,8. Die 0,8 is eigenlijk ingegeven, er moest een budgettaire opbrengst gevonden worden om de salarissen van met name ziekenhuis-IC-personeel te bekostigen. En dat heeft men eigenlijk gevonden in deze 0,8. De verwachting is eigenlijk wel dat men toch waarschijnlijk wel gaat die 395.000 euro op termijn weer ter discussie gaat stellen, zeg maar. Men vindt toch wel een groot bedrag eigenlijk. En men ziet nu ook natuurlijk dat heel veel bedrijven proberen hun structuur zo neer te zetten dat er meer BV's onder 395.000 euro gaan blijven. Maar goed, dat is afwachten. Voor 2022 is het in ieder geval wel, staat het nu vast, zeg maar. Dus daar kunnen we aan vasthouden. Als je de volgende sheet wil doen. Ja, wat betekent dat? Dat we eigenlijk bij heel veel klanten nu bezig zijn om ook te kijken, moet de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet ontvoegd worden? Er zijn natuurlijk ook een aantal BV's die met elkaar in een fiscale eenheid zitten. Dan tel je die winst van die BV's bij elkaar op en wordt daar het tarief over berekend. Gelet op die eerste lange schijf nu van 395.000 euro heb je liever dat natuurlijk per BV. Dus dan moet je de fiscale eenheid weer verbreken, zoals dat heet. Wil je dat verzoek op 1 januari laten ingaan, dat die fiscale eenheid verbroken wordt, dan moet je dat verzoek ook voor 1 januari doen. Neemt niet weg dat je ook lopend het jaar dat verzoek kan doen. Alleen dan krijg je een hele rare constellatie dat je voor 1 of 2 of 3 maanden wel in de fiscale eenheid zit en voor de andere 9 maanden niet. Dat is administratief vaak wat lastiger om vorm te geven. Vaak ook wat extra kosten, omdat je toch even extra moet kijken naar de aangifte vennootschapsbelasting. Maar dat is in ieder geval een advies. Nou, let op, hè, dat heb ik er ook bij staan bij verbreking. Een fiscale eenheid heeft ook voordelen dat je intern kan schuiven met vermogensbestanddelen, zoals machines of panden of andere zaken. En al die verschuivingen hoef je dan niet over af te rekenen. Nou, als je dat afgelopen 6 jaar hebt gedaan en je verbreekt zo'n fiscale eenheid, dan kan alsnog een sanctie zijn dat je er alsnog wel over moet betalen. En ook bij verliesverrekening is het zo dat daar ook speciale regels gelden bij verbreken van een fiscale eenheid. Dus het is wel goed als je dat verzoek gaat doen of overweegt om dat ook met je fiscale adviseur even kort te sluiten, dan zitten daar nog wel wat haakjes aan. Maar in principe is het natuurlijk wel zo dat dat spreiding van activiteiten of in ieder geval loskoppelen van fiscale eenheden interessant kunnen zijn als je winst boven de 395.000 euro uitkomt. Want dan begin je weer opnieuw met 15% tegen 395.000 euro. Nou, het is verder ook reden om nogmaals naar je eigen vennootschappelijke structuur te kijken. Moeten we nog activiteiten verder gaan uitsplitsen of bepaalde geldstromen of winststromen anders verantwoorden of anders neerzetten? Het is in ieder geval goed, denk ik, om eens even kritisch te kijken hoe heb ik het staan en heb ik het optimaal staan. Fiscaliteit speelt daar een belangrijke rol in, maar soms ook niet een doorslaggevende rol. Hè. Dus het blijft altijd een afweging van wat is handig, wat is verstandig, ook in het kader van aansprakelijkheden.
Maar het is in ieder geval een goed moment om nu toch te kijken. Als je nu zeg maar even 1 miljoen winst zou maken, dan zou het wel uit kunnen met 3 BV's, kun je dan al onder de in de 15% blijven zitten. En niet naar de 25,8% gaan. Nou, dat scheelt toch een meer dan 10%, zeg maar. Dus dat is best wel een behoorlijk bedrag. En dat is ook, ja, zeg maar, snel verdiend, om het zo maar te zeggen. Nou, wat er voor dit jaar dus de cruciale vraag is. Hè, dit jaar was de drempel €245.000. Dus daar ga je vaak wat sneller overheen, zeg maar. Dus kijk wat er nog aan winstuitstel mogelijk is om dat door te schuiven naar volgend jaar. Ja, omdat je volgend jaar toch die hogere schijf hebt met het lagere tarief. En dat moet natuurlijk uiteraard wel mogelijk zijn. Hè? Maar goed, soms dan kun je fiscaal winst op een ander moment nemen dan soms commercieel. Er zijn ook wat speciale regels. Maar dat is in ieder geval goed om daar kritisch naar te kijken, zeg maar. Nou, als we ook even naar de vorige sheet gaan, Jurgen, als je dat nog kan even terug. Ja. Het lage tarief van die 15% heeft eigenlijk ook gevolgen voor de afweging salaris of dividend, zeg maar. Het is nu zo dat het gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en dividendbelasting bij elkaar opgeteld een 45,18% is. En het toptarief in de inkomstenbelasting een 49,5%. Dus dat zit heel dichtbij bij elkaar, zeg maar. Maar ga je volgend jaar dezelfde rekensom maken over de eerste €395.000, dan kom je uit op een gecombineerd percentage van 37,87% tegenover de 49,5%. En dan zie je dat het verschil al groter wordt. Dus ook daar geldt dat we de mindset even weer moeten herstellen, zeg maar, en kritisch moeten bekijken. Ja. Maar dit is eigenlijk het, als je even kijkt naar de wijzigingen, is dit eigenlijk de grootste wijzigingen voor ondernemers die in de BV zitten, zeg maar. Dat is in ieder geval wel helder. Dan was er sprake van een aandelenoptieregeling voor start-ups. Er lag een voorstel om dat per januari aanstaande in te laten gaan. Alleen dat voorstel is eigenlijk voorlopig on hold gezet. De reden daarvan is dat de aandelenoptieregeling alleen voor start-ups zou moeten gelden. Dus voor startende vennootschappen die hun personeel aandelenopties zouden geven. En wat was het voordeel daarvan? Is dat de aandelenopties niet werden belast bij uitgifte, maar pas op het moment dat ze gerealiseerd zouden worden door de werknemers. En dat kon dan zijn op het moment dat ze vrij verhandelbaar waren of dat ze naar de beurs gingen. Alleen het wetsvoorstel was zo ruim geformuleerd dat ook de medewerkers van Coolblue en Philips eronder konden vallen, zeg maar. Dus daar heeft men eerst gezegd van, wij halen het even terug. Maar ze hebben ook aangegeven dat eind februari een aangepast voorstel zou komen. Waarin die wijziging textueel wordt aangebracht dat alleen voor kleine start-ups geldt, zeg maar. En dat zou best een hele aantrekkelijke variant kunnen zijn in het kader van belonen van medewerkers, zeg maar. Die heb ik ook wel voorbij zien komen, ook omdat precies wat je zegt, maar dat er ook wel wordt gezegd is van dit moet wel een of andere manier een voortgang krijgen, omdat het natuurlijk voor het vestigingsklimaat en de doorgroei van bedrijven in Nederland natuurlijk wel heel interessant is. Hoe zou dit, als je zeg maar gevestigde ondernemer bent, is dit dan relevant of is dat dan omdat je dan een zuster of een kleine dochter op laat starten, is dat dan nog of moet het echt vanaf de grond af? Nou, de intentie is dat van de grond af moet zijn, bij wijze van spreken. Maar goed, ze gaan het wetsvoorstel nu aanpassen, dus dat wachten we ook even af wat het gaat worden. Ze hebben aangegeven dat ze daar in februari met het aangepaste voorstel komen. En afhankelijk van die tekst die daarin verschijnt, zal het of wellicht mogelijk zijn om een nieuwe dochtermaatschappij dan als start-up te benoemen. Of dat ze echt zeggen, ja, er mogen
geen geleerde verhoudingen zijn met grote ondernemingen. Ik kan me voorstellen dat daar ook zoiets in gaat komen, dat je op geconsolideerd niveau moet gaan kijken. En dan moet je echt zo'n dochtermaatschappij dan echt buiten de groep bij wijze van spreken stallen en daar ook verder niks mee van doen hebben. Maar de bedoeling is dat de bedoeling is echt dat het echt voor die start-up scene is, zeg maar even. Dus voor bedrijven die met weinig geld hun personeel dus niet hoge salaris kunnen geven, maar dat in de vorm van aandelenopties gaan doen, zeg maar. Dus dat is de achterliggende motivering. Dus ja, als je een dochtermaatschappij van een multinational hebt, dan is dat in ieder geval dat financieringsaspect is dan al niet aan de orde, zeg maar. Dus met die gedachte denk ik dat ze naartoe willen, dat ze zeggen, nou, het is echt bedoeld voor die start-ups die weinig geld hebben en medewerkers toch willen belonen en het vooruitzicht willen stellen, wordt dus succes, dan doen jullie ook mee, zeg maar. En ik denk dat er een voorstel gaat komen dat ze zeggen, als het een BV is die onderdeel is van een groot concern, dat die dan afvalt, zeg maar. Maar dat is een persoonlijke inschatting. We moeten de wettekst daarin even afwachten, zeg maar. Verder is zo dat in dit kader ook is gezegd dat de regeling van het fictief loon, hè, je moet ook een fictief loon uit je BV halen als directeur voor het aandeelhouder. En dat liep bij start-up bedrijven wat lastig, zeg maar. En die regeling die heeft men verlengd tot 1 januari 2023, dat je als fictief loon het wettelijk minimumloon mag nemen, zeg maar. Als je als start-up wordt aangemerkt. Dus dat is wel gewoon door met 1 jaar verlengd, zeg maar. Dus dat is in die zin goed bericht. En nou, dan maar eens even februari in de gaten houden wat daar precies uitkomt, zeg maar. Ja, de vervangingsreserve, ik zet hem toch maar weer even erop. De vervangingsreserve is eigenlijk een faciliteit om de boekwinst die je behaalt, de verkoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand of machines of andere zaken, om die boekwinst niet te hoeven nemen. Je mag dat werkt eigenlijk als volgt, dat de boekwinst op een pand wordt dan tijdelijk gereserveerd in een vervangingsreserve, een herinvesteringsreserve heet het officieel tegenwoordig. Maar daar is als voorwaarde erbij dat je 3 jaar na het jaar van verkoop moet je dat vervangen weer hebben vormgegeven. En dat vervangingsvoornemen moet ook constant aanwezig zijn, zeg maar. Nu is het zo dat de wettekst zegt dat het 3 jaar na het jaar van verkoop is. Dus dat zou betekenen als je in december verkoopt, dan is het 2022, 23 en 4. Dan moet die eind 24 de herinvestering hebben plaatsgevonden. Ja, verkoop je bijvoorbeeld je pand op 2 januari, dan heb je eigenlijk een jaar extra erbij. Want het gaat om 3 jaar na het jaar van verkoop, zeg maar. Dus let er ook goed op als je nu bezig bent. Het kan soms verstandig zijn om dan even te wachten. Bovendien kan het ook verstandig zijn om te wachten tot na 1 januari in verband met dat hoge schijf in het kader van die 15%. Misschien valt er net een groter deel dan toch nog onder die 3,95. Dan als je het nu doet, waar je met die grens van 2,45 te maken hebt. Dus ook dat is een aandachtspunt om te zeggen van, nou, let op als je daar nu actief mee, of dat toevallig onder handen hebt, ja, let erop omdat deze punten kunnen spelen, zeg maar. Nou, ik zie dat aan het typo staat. Nou, ja, verlenging is wel mogelijk als gevolg van, als door corona-omstandigheden je het herinvesteringsvoornemen niet op tijd kan realiseren. Dat kan zijn dat de bouw niet op tijd kon zijn begonnen of anderszins. Als je dat gemotiveerd kan aangeven, dan mag de termijn van 3 jaar verlengd worden. Maar dat moet wel echt om hele concrete zaken zijn. En je moet bij wijze van spreken al een beetje in de midden-eindfase zitten van een project, bij wijze van spreken. Dus je kan niet op de laatste dag zeggen, nu heb ik last van corona. Zo werkt het dan helaas niet. Maar het is wel goed om daar rekening te houden dat in sommige gevallen die 3-jaarstermijn, en zeker in de afgelopen periode, als je in jaar drie zou zitten dan, en dat loopt even wat lastig met corona, dan zou ik daar ook een beroep op doen op die regeling. Maar dat geef ik even mee als tip voor dit jaar nog, zeg maar. Als je naar de volgende
Ja, wat ook altijd speelt is dat je in principe 5 jaar terug mag voor vergeten zaken, laat ik het zo maar even zeggen. Dus dat geldt onder andere ook voor de kleine investeringsaftrek. In 2021 kun je dus nog terug naar 2016, mocht je het vergeten zijn. Dan kom je soms een keer toevallig, loop je daar tegenaan, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen weer 2016 in beeld heeft. Maar goed, wees je in ieder geval bewust, dan wil je nog terug, dan moet je dat dit jaar ook melden bij de fiscus. En wat ook belangrijk is, is dat je investeringen gaat plannen. Het is zo dat de kleine investeringsaftrek is gekoppeld aan percentages. Als je meer dan 328.000 euro investeert, dan krijg je 0%. Tot 59.000 euro afgerond is het een 28%. En tussen de 59.000 euro en de 109.000 euro krijg je 16.568 euro. En waarom zeg ik dat? Omdat soms zie je met name in bijzondere jaren, als bijvoorbeeld een grote verbouwing heeft plaatsgevonden, dan wordt die grens van 328.000 euro is dan al behaald, zeg maar. En doe je dan andere investeringen daarnaast, zoals bijvoorbeeld nieuw meubilair of nieuwe bureaus of noem maar op, dan gaan die in dezelfde. Als die in hetzelfde jaar meegaan, dan komen die boven de grens uit en blijf je dus saldo op de 0% hangen. En dan is het vaak voordeliger om te zeggen, nou ja, misschien moeten we juist een deeltje dan naar volgend jaar schuiven. Zodat je dan weer opnieuw begint en dan wel de investeringsaftrek kan krijgen, zeg maar. Dus het wordt vaak wel eens vergeten. Het is ook niet een hele grote opbrengst. Maar goed, als je dat slim doet, kan je toch wel een bepaald voordeel opleveren, zeg maar. En zeker als je in oktober, november de verbouwing hebt gehad, dan kun je zeggen, nou, januari, februari doen we even wat andere dingen. Die schuiven we even wat door. Want anders gaan die anders ook mee in de 0% in 2021. Dus dat is even. Ja, een beetje investeringsplanning, zeg maar even. En als dat lukt, is om met slimmigheidjes toch kijken wat daar te halen is, zeg maar. Ook hier geldt dat de investeringsaftrek ook per BV is. Dus ook daar geldt, en dat is wellicht voor volgend jaar dan ook. Dat als je je activiteiten wat kan uitsplitsen over meerdere BV's, ook die investeringsaftrek dan over die grens van die 328.000 euro en ook over die meerdere BV's geldt, zeg maar. Dus dat is nog kan een bijkomend voordeel zijn. Dan van de Kia naar de Mia. Dat is een beetje dat vergroeningsaspect wat ik in het begin zei. Men heeft voor gekozen om in 2022 de Mia-aftrek te verhogen. Je ziet ook op de sheet de percentage staan. Hè. Er zijn eigenlijk drie groepen waar je milieu-investeringsaftrek voor krijgt. De categorie 1 gaat van 36 naar 45%. Categorie 2 van 27 naar 36. En de derde gaat van 13,5 naar 27. Die wordt zelfs verdubbeld. Je ziet dat de overheid dat toch probeert op verduurzaming in te zetten, zeg maar. Welke investeringen komen daarvoor in een aftrek? Dat wordt elk jaar gepubliceerd in de mooie MIA-lijst en KIA-lijst en daarnaast ook nog de FAMU-lijst. Die wordt gewoon gepubliceerd, ik zou zeggen Google gewoon een MIA-lijst, dan komt die wel tevoorschijn. En dat betekent ook dat sommige investeringen best aan trek kunnen zijn om te kijken of die op de MIA-lijst staan. Het is wel heel technisch altijd als je die lijst doorleest. Je moet bijna een half ingenieur zijn om dat te begrijpen. Anders is het met de installateur of de leverancier een overleg van wat is handig en verstandig en kwalificeert je ook bijvoorbeeld voor de lijst. Sta je op punt om die investering te doen, dan is de vraag, moet je nu niet even wachten tot 2022? Want dan gaat die hogere aftrek in werking, zeg maar. Er zit wel een maar aan. De overheid heeft gezegd, dat is wel een maximaal budget van 144 miljoen. Want je moet een aanvraag doen bij de overheid voor die aftrek. Daar krijg je beschikking van je investering komt in aanmerking voor de MIA-aftrek, zeg maar. Maar de overheid heeft er een maximaal budget op gezet. Dus op is op, staat er dan ook.
En dat betekent ook, ja, hoe eerder je erbij bent, hoe meer kans je erop maakt. Normaal gesproken is het budget voldoende. Maar goed, de vraag is of dat ook zo ook voor volgend jaar geldt, omdat die percentages wat hoger worden. We verwachten de nieuwe lijst zo, ja, dat komt altijd wat achteraan. Ik had gisteren gekeken, toen was hij er nog niet. Maar ik denk begin januari, dan zal hij er wel zijn. Vaak is het een voortborduren op de oude lijst van 2021. Maar goed, daar kunnen soms wat nuanceverschillen in zitten. Maar ja, het is goed om dat in ieder geval voor jezelf goed voor de bril te hebben, zeg maar. Hoe snel is zo'n lijst dan uitgeput? Of hoe snel is zo'n budget dan uitgeput? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij is het verleden jaar, of dit jaar zeg maar even, is die volgens mij niet uitgeput. Dat is, want die 144 miljoen is dan echt de, zeg maar even, de out-of-pocket kosten, zeg maar. En die percentages zijn natuurlijk, als je 100.000 euro investeert en je krijgt 45% aftrek, dan is het 45.000 euro. En dat gaat dan keer je vennootschapsbelastingtarief van, stel even 15%. Dus dan kost het krijg je een voordeel van 6.000 euro, zeg maar. Ik heb geen vermoeden hoe snel het op is. Alleen wat ik er wel aangeef, en ook bij onze klanten zeggen we, nou ja, probeer zo snel mogelijk in beeld te hebben, ga je investeren erin. En hoe eerder je aanvraagt, hoe beter dat is, zeg maar. Ja. Ja. En het kan ook best zijn dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, budget is misschien dan wel op, maar goed, we verhogen het toch nog tussentijds. Dat zie je ook soms wel eens gebeuren. Omdat als een regeling een bepaald succes heeft, dan... Maar goed, de investeringen zijn natuurlijk ook niet zo dat je dat even achterloos op een namiddag doet, hè, zeg maar. Het zijn echt behoorlijke bedragen die je vaak moet investeren. En nou ja, hoe zeg je dat? Dus het is ook wel best wel een relatief hoge drempel om... je moet eerst... Hè, de eerste vraag is het van nut voor mijn bedrijf en wil ik het? En daarna dan ga je kijken van hoe kan ik het beste doen? Maar goed, als je het wel overweegt of je bent ermee bezig, nou ja, let even op. Probeer het zo snel mogelijk dan toch vorm te geven, zeg maar. Ja. En je mag het in principe aanvragen op het moment dat je de offerte, de opdrachtbevestiging tekent, zeg maar. Dus dat hoeft nog niet eens per se betaald te worden. Hè. Dus echt de opdrachtbevestiging geven aan de leverancier van lever mij deze ik geloof waterberegeningsinstallatie, zo noem maar even iets. Dan kun je hem al aanvragen, zeg maar. Dus ja, op het moment dat je de definitieve opdracht geeft, dien ook meteen dit in. Het is een formulier wat je invult, wat je online kan invullen. Je hebt er wel een e-herkenningsnummer voor nodig, maar dat hebben de meeste bedrijven tegenwoordig denk ik wel. En dan krijg je op een gegeven moment een beschikking met per e-mail weer terug dat het is toegekend. En dan is het in ieder geval klaar, zeg maar. Ja. Let op, je krijgt het geld dus niet direct terug. Hè. Dat loopt allemaal via de aangifte vennootschapsbelasting. Dus je hebt dat voordeel pas dan aan het einde van, nou ja, zeg maar even anderhalf jaar later definitief. Tenzij je voorlopige aanslag aanpast gedurende het jaar, zeg maar. Oké, dan de heffingsrente. Toch nog even goed om te vermelden. In corona hadden wij, in coronatijden had de overheid de rente, de heffingsrente, dus de rente die je eigenlijk moet betalen over je te betalen belastingsschuld, had de overheid verminderd van 4 en zelfs ook 8% nog naar 0,01. Die 0,01 moest erin blijven staan omdat het systeem geen nul aan kon, zeg maar. Maar sinds dat is bijna iedereen, ja, dat glipt er dan zo vaak even doorheen, dat is per 1 oktober 2020 is dat weer gewoon naar 4% neergezet. En die heffingsrente gaat lopen per 1 juli volgende op het jaar waarop de belasting betrekking heeft, zeg maar. Dus hou daar rekening mee met het, zeg maar, het doorgeven van je voorlopige aanslag ook. Het is niet meer zoals het jaar daarvoor dat je met 0% kon lenen bij de fiscus, zeg maar. Dat is nu in ieder geval weer een klein stukje teruggedraaid. Ja, degene die zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak of VOF. Daar is het ook goed om weer eens te kijken van zit ik nog in de goede rechtsvorm, zeg maar.
Dan komt natuurlijk dat die VP-tarieven, zeker dat die eerste schijf heeft een percentage van 15% gekregen. Dus dat is natuurlijk een vrij laag percentage, om zo maar te zeggen. Dus ja, de rekensom moet weer even opnieuw gemaakt worden, zeg ik. Dat hangt natuurlijk van heel veel punten af. Hè? Wat haal je als salaris uit? Wat heb je privé nodig? Et cetera. Maar ik denk dat het wel eens goed is om die berekening weer te maken met de nieuwe percentages. Het is zo, als je een eenmanszaak wil omzetten in een BV, dan kun je er op twee manieren in. Hè? Dat is met afrekening over de boekwaardes, maar ook zonder afrekening. En in het laatste geval heb je eigenlijk tot 1 oktober volgend jaar de tijd om nog met terugwerkende kracht naar 1 januari van het jaar die beslissing te nemen. Maak je gebruik van de duizenden variant, dan moet je dat, wil je op 1 januari starten, wat eerder doen. Maar ja, dat is in ieder geval goed om even bij stil te staan. Wat we in de praktijk ook zien is dat een BV eventueel ook aantrekkelijk kan zijn als er vastgoed op de balans van eenmanszaak of VOF staat. We zien veel ondernemers waarvoor dat, zeg maar, het operationele resultaat niet aantrekkelijk is om de BV in te gaan. Maar dan hebben ze daarnaast ook nog vastgoed op de balans staan, wat bijvoorbeeld al 15 of 20 jaar in bezit is, waar een enorme meerwaarde op zit of stille reserve op zit. En het is zo, als je eenmanszaak of VOF stopt of staakt, dan moet je ook over de meerwaarde van het vastgoed afrekenen. Dat is voor sommigen best wel eens een verrassing. Ondanks het feit dat je het vastgoed ook niet verkoopt. Hè, als je dat vastgoed in eigen bezit wil houden, maar je stopt wel je bedrijf, dan moet je afrekenen. En daarvan zeggen we ook, ja, als je een inschatting kan maken, dat je het eigenlijk moet je de inschatting een jaar of drie van tevoren gaan maken, wanneer ga ik eigenlijk stoppen. En dan kan het interessant zijn om je bedrijf inclusief het pand in te brengen in een BV. Zodat je je bedrijf vanuit de BV kan verkopen en het vastgoed kan houden. En het voordeel van vastgoed in een BV is dat je geen afrekenmoment hebt op het moment dat je je overige bedrijf stopt, zeg maar. Dus je kan dan zelf bepalen wanneer die meerwaarde, die claim over die stille reserve, uiteindelijk dan geëffectueerd wordt. Want in een BV is dat eigenlijk alleen maar als je het pand uit de BV echt verkoopt aan een derde, zeg maar. Je bent niet definitief van de claim af, hè, zo is het niet. Maar je kan hem wel heel lang uitstellen, in tegenstelling tot de situatie dat je in een eenmanszaak zit. Nou, die keuze voor BV of niet wordt steeds interessant, omdat natuurlijk ook de zelfstandige aftrek onder druk staat. Die wordt nu elk jaar met €360 per jaar afgebouwd. Hij is in 2021 heb je een aftrek van €6.600 ongeveer. En dat is eigenlijk de aftrekpost die je als ondernemer hebt als je meer dan 1225 uur in je bedrijf werkt. Nou, die staat toch ook politiek wel onder druk om de vergelijking met. Want dat is eigenlijk het verschil tussen een ondernemer of een ZZP'er die ook zelfstandig aftrek krijgt. Ten opzichte van iemand die in loondienst werkzaamheden verricht. En dat staat enorm onder de aandacht, zeg maar. Dus het zou mij ook niks verbazen als men dat die afbouw gaat versnellen. In de zin dat het niet tot 2036 gaat duren, maar bijvoorbeeld langzamerhand van af wil, zeg maar. Dus dat even in het kader van degene die in eenmanszaak op VOF zit. Nou ja. Reken nog eens keer weer door. Is het toch niet interessant om BV in te gaan? Ja, hier zie je dan die focus wel met ZZP en kwetsbaarheid van ZZP erin terug. Een soort. Ja, nou ja, dat staat natuurlijk onder druk. Kijk, men probeert natuurlijk, laten we even zeggen, de Deliveroo-jongens op de fiets zitten. Die zijn dan ook ondernemer en die krijgen dan ook de zelfstandige aftrek, bij wijze van spreken. En dat vindt men eigenlijk geen echte ondernemers. En dat, nou ja, goed, daar kun je over twisten of dat zo is, maar in ieder geval, daar heb ik wel enig gevoel bij. Maar goed, die hebben dus wel een €6.600 belastingvrij, wat ze in ieder geval geen belasting over hoeven te betalen. En men wil het eigenlijk voor die groep onaantrekkelijker maken. En dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Alsnog zorgen dat die groep, zeg maar, dan wel als werknemer wordt aangemerkt. Wat volgens mij nu op dit moment speelt, dat Europese Unie daar een regeling voor wil gaan treffen. Dat was gisteren tenminste op de televisie, zag ik.
Ja, of je maakt het aan de andere kant. Ja, de andere route is dat je alle ondernemers de aantrekkelijke regelingen ontneemt, zeg maar, waardoor zij dan indirect ook getroffen worden. Maar goed, ook een hele groep echte ondernemers, zeg ik dan. Dus ja, mijn idee is dan meer te kiezen voor het scenario dat wat nu in de EU dan speelt, om te zeggen, ja, ik wil naar die Uber-taxis en de Deliveroo-brengers. Willen we dan toch gaan kijken of je die niet verplicht onder werknemerschap kan brengen. En ik denk dat dat eigenlijk ook de goede route is. Echte ondernemers moet je daar eigenlijk niet mee lastigvallen, vind ik. Maar goed, dat is lastig natuurlijk wel in de wet lastig vorm te geven. Wat is een echte ondernemer, wat is niet een echte ondernemer? En daar moet je dan ook een keuze in maken. Maar dat is in ieder geval wat wel steeds op de politieke agenda staat, zeg maar. En nou ja, dat blijft er ook door. Maar dat zal ook denk ik een punt worden. Ik verwacht er ook wijzigingen van in, als het nieuwe kabinet gaat aantreden, dat men daar dat dossier ook serieus gaat oppakken, zeg maar. Ja, dan heb je de zelfstandige aftrek die onder druk staat, zeg maar. Dus dan is naar de volgende stap. Ja, dat heb je al, hè? Dus... Ja. Nou, kort over de BTW nog even. Voor ondernemers die met afstandsverkoop te maken hebben. Dat zijn met name ondernemers die veel via webshops verkopen. Of online verkopen, zeg maar. Daar gaat een nieuw BTW-regime voor gelden. Zowel BTW als op invoer. Dat is die I voor de OSS. En OSS staat voor One Stop Shop, zeg maar. Dat geldt met name voor verkopen van, zeg maar, van afstandsverkopen. Vroeger was het zo dat je bij afstandsverkopen, dus als je aan een particulier in het buitenland verkocht, dan moest je dat in het buitenland allemaal gaan aangeven. Men heeft dat nu eigenlijk een ander systeem voor bedacht, dat je in Nederland alles mag aangeven. En dat de Nederlandse belastingdienst dan met de Italiaanse belastingdienst, de Duitse belastingdienst, dat geld gaat verdelen naar dato waar alles heen gaat, zeg maar. En datzelfde is ook met de IOSS, daar heeft men ook wat versimpelingen in aangemaakt. Nou, dat systeem is eigenlijk al in, het voert nu al te ver om het heel technisch te gaan uitwerken. Maar dat systeem is sinds 1 juli 2021 in gang gezet, zeg maar. En ik ga ervan uit dat elke ondernemer dat op tijd heeft meegekregen en daar ook naar handelt. Zo niet, dan is het goed om daar eens even serieus naar te kijken, zeg maar. Ja, de bedrijfsvervolgingsregeling. Een overdracht binnen een overdracht van een bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld voor het schenkingsrecht en eventueel ook successierecht bij overlijden. Dus dat gaat meestal in de familiesfeer, om zo maar te zeggen. De regeling is dat tot een waarde van 1.119.000, zeg maar 1,2 miljoen, is 100% van het bedrag vrijgesteld. En daarboven is 83% vrijgesteld. Nou, als we nagaan dat het toptarief van de schenking of successierecht 20% is, dan zou je dus je bedrijf kunnen overdragen tegen een 3,4% schenkbelasting, zeg maar. En dat is dan die 17% die niet vrijgesteld is, keer toptarief van 20%. Een regeling die in de praktijk heel veel gebruikt wordt. Ook natuurlijk een heel goed estate planningsinstrument is, hoe raar dat misschien ook klinkt. Maar die boor ligt inderdaad onder het vergrootglas van het kabinet. Ook al van het huidige kabinet, zeg maar. Want, men heeft discussie, moeten vastgoedbedrijven daar ook onder vallen of niet? En men vindt eigenlijk ook dat in de discussie van belastingheffing op vermogen of belastingheffing op inkomen, dat die discussie ook wat te ver uit elkaar gaat, of dat die heffing te ver uit elkaar gaat lopen. Dus men probeert daar dat weer een beetje terug te brengen. Dat betekent nu ook dat ik bijvoorbeeld nu vier dossiers onder handen heb waar we die born nog voor het einde van het jaar proberen rond te maken. Gelukkig is dit jaar een normale werkweek in de laatste week van december, dus dat komt mooi goed uit, zeg maar even. Want we weten niet wat met die borden gaat gebeuren. Er is een bouwstenennotitie geweest een jaar geleden, geschreven door de ambtenaren, waar ze zeggen, nou, hij moet afgeschaft worden, of hij moet anders vormgegeven gaan worden. Ik weet ook niet wat er gebeurt als er...
als een zeg maar, kabinet komt met een iets meer linkse signatuur van nou, hoe gaat dit dan eruit zien? Dus dat is naar mijn verwachting ook een van de regelingen die in 2022 wellicht wel eens wat wijziging kan ondergaan. En of die dan in 2022 ingaan of in 2023, dat is dan de vraag. Maar ja, wij nemen voor de gevallen die nu spelen, nemen wij in ieder geval als advies het zekere voor het onzekere. En proberen we dat voor het einde van het jaar bij de notaris ook echt geëffectueerd te hebben. Zodat we in ieder geval onder de huidige regeling nog mee kunnen doen. Maar dat is in ieder geval wel een belangrijk punt, zeg maar. Ja. Ja, voor werkgevers zelf. Ja, benut de WKR-ruimte. Dat is misschien een beetje open goal, maar het is zo dat als er ruimte over is, kun je natuurlijk ook medewerkers extra belonen of heb je extra mogelijkheden om speciale beloningen uit te delen. De WKR-ruimte is dit jaar nog iets verhoogd als gevolg van corona, zeg maar. Maar volgend jaar gaat het weer terug naar het oude niveau. Dus maak de berekening van hoe ver staan we nu en hebben we nog wat ruimte om nog wat te doen. Mijn ervaring is dat werkgevers, het behouden van medewerkers is natuurlijk een hot issue op dit moment, zeg maar. Dus als je op die manier toch nog wat extra binding kan organiseren of in ieder geval een extra tegemoetkoming kan doen aan je medewerker, dan is dat denk ik alleen maar goed. Voor 2022 gaat die WKR-ruimte dus weer eens naar beneden. En komt er ook, moet je ook nieuwe afspraken maken in verband met thuiswerken. Het is nu zo dat je in principe mag je nog de kilometervergoeding verstrekken. Wel onder bepaalde voorwaarden, maar een merendeel van de medewerkers voelt er wel aan. Mag je gewoon kilometervergoeding doorbetalen, ondanks dat de medewerker thuis zit te werken, zeg maar. Maar per 1 januari 2022 gaat men dat veranderen. Dan is het een keuze. Als een medewerker thuis werkt, dan is het onbelast 2 uur per dag. Rijdt hij naar kantoor of naar klant toe, dan is het een kilometervergoeding. En de situatie dat iemand 's ochtends thuis werkt en 's middags naar kantoor gaat, dan moet je kiezen. Dat is natuurlijk weer hartstikke fijn voor werkgevers om dit allemaal administratief bij te gaan houden. Maar het is wel een aandachtspunt. Wat gaat spelen. Dus je moet daar in ieder geval de communicatie denk ik helder en goed over hebben. En het kan ook best zijn dat het ook afhankelijk van hoe je dat in je arbeidscontracten met je medewerkers hebt neergezet, hoe dat vertaald kan worden, zeg maar. Maar in ieder geval, dat betekent dus dat de vaste kilometervergoeding zomaar vergoeden, dat is dus vanaf januari voorbij. En dan moet je eigenlijk een soort app hebben waarin de medewerkers heel makkelijk kunnen aangeven: deze dag werk ik thuis, hier ben ik met de auto aan het rijden. Ja, en dan aan de hand daarvan moet er een rekensom komen per maand, wat dan onbelast vergoed mag worden, zeg maar. Nou, ik ben zelf als werkgever ook niet echt gelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen, want het is een hoop ellende. Je kan dan niet bijvoorbeeld afspreken met je personeel van: ik kies voor het hele jaar het een of ik kies het hele jaar het ander. Dus zeg maar, we kiezen als werkgever samen met de werknemers voor 2 euro per dag. En dan, of dat ja, maar de meeste medewerkers willen toch liever die 19 cent hebben, omdat er veel meer oplevert. En dat was natuurlijk ook het interessante van dit jaar en het jaar ervoor, is dat je gewoon de kilometervergoeding kon blijven doorgeven. Ondanks dat feit dat bijna iedereen thuis zat te werken, zeg maar. Maar goed, volgend jaar moet het toch anders zijn. Dat is even de vraag. Ik denk dat het wel goed is om de communicatie daar in ieder geval vroeg op gang over te brengen, zeg maar. Dat zijn best wel mensen, dat is mijn ervaring ook, die, die vinden wel heel prettig de kilometervergoeding. En die 2 euro per dag, afhankelijk van hoe ver ze dan rijden, is even de vraag wat ze dan minder krijgen of meer krijgen, zeg maar. Mm-hmm. En dan weet ik wel, die 19 cent is natuurlijk ook voor de afschrijving van de auto en allemaal dat. Maar goed, gevoelsmatig verliest de medewerker dat wel eens uit het oog, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is
In ieder geval goed om over nadenken. Je mag dus niet meer de standaard kilometervergoeding. En ik denk niet dat de vissers elke dag gaat controleren. Hè, want dat is ook bijna niet te doen, denk ik. Maar goed, je moet er wel je moet je er wel op inrichten, zeg maar. Ja. Ja. En hetzelfde geldt ook voor voorzieningen op de, zeg maar even op de werkkamer thuis. Ja, die moeten straks echt voldoen aan de Arbo, aan de Arbo-normen, zeg maar. En er moet echt een Arbo-verstrekking gaan worden. Dus bureau, stoelen of beeldschermen, allemaal dat soort dingen. En als het niet aan de Arbo-normen voldoet, dan is het in principe een belaste vergoeding en geen onbelaste vergoeding, zeg maar. Dus ook daar moet je mee opletten. Als je een bureaustoel zegt, nou ja, kies er maar één uit en geef mij het bonnetje maar. Dat is dan net iets te makkelijk, zeg maar. Je moet echt zeggen, ja, je moet wel een stoel uitkiezen die gewoon aan de Arbo-normen voldoet. En als jij dan een mooiere stoel wil, dan is het allemaal prima. Maar je moet wel blijven voldoen aan de Arbo-normen, zeg maar. En ja, je kan niet zomaar even een bureaustoel gaan ophalen die daar niet aan voldoet. Want dan is de vergoeding of ter beschikkingstelling is dan een belast feit, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel even wezenlijk om goed in de gaten te hebben voor 2022. Nou, wat ik er ook altijd op zeg is de CO-sectorindeling. Klinkt altijd niet heel sexy, zeg maar. Meestal krijg je in januari dan een brief, je bent weer ingedeeld in sector zo en zo. Maar het is wel goed om daarnaar te kijken, omdat het over percentages over je loonsom gaat, zeg maar. Hoe hoger je loonsom, hoe zeg je dat, een afwijking in percentage kan een hoge uitslag hebben voor het hele jaar. Dus kijk wel of de sectorindeling, ik sta hier CO, maar er moet eigenlijk een slash tussen staan, de CO en sectorindeling. De sectorindeling wordt door de fiscus aangegeven. Ja, of die overeenkomt met je daadwerkelijke werkzaamheden en ook met je SBI-code, zeg maar. Want daar kan inderdaad verschil in zitten. Maar je kan voorstellen dat de aannemerij hogere percentage heeft dan een architectenbureau, bij wijze van spreken. Omdat het over de loonsom gaat, zijn die kleine percentuele afwijkingen kunnen toch in absolute zin een best groot bedrag zijn, zeg maar. Het is ook één keer per jaar even checken. En de rest van het jaar loopt hij dan gewoon door. En dan komt hij volgend jaar weer terug, zeg maar. Dus kijk er wel kritisch naar. Wat wij ook merken, wat vaak vergeten wordt, is de administratie rondom uitzendkrachten die je in je bedrijf hebt, moeten eigenlijk op orde zijn, zeg maar. Dat geldt voor uitzendkrachten, gedetacheerden of andere medewerkers die niet op de loonlijst staan. Daar moet je in principe de identiteit van hebben vastgesteld. Je mag officieel niet vragen om een kopie van identiteitsbewijs, maar het is wel raadzaam bij controle even nummer te controleren. Welk soort is paspoort of rijbewijs, geldigheidsduur. En je moet ook noteren hoeveel loon en vakantiebijslag of vakantiegeld ze hebben gekregen. Dat wil men eigenlijk doen om dat als belastingdienst te kunnen controleren bij de uitzendbureau zelf weer, zeg maar. Dat wordt nog iets strakker, probeer me dat wat vorm te geven. En daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat je moet ook de registratie van het uitzendbureau checken. Hè. Dat is voor jezelf goed. De wat voor ING-rekening heten. Als je dat niet doet, dan kun je de deksel op de neus krijgen, zeg maar. Want dan kun je naast het feit dat je het uitzendbureau betaalt, ook nog een keer de loonbelasting weer gaan betalen. Dus dat is zonde van de tijd. Denk je daar eens ongelukjes in? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf twee keer meegemaakt dat de werkgever aansprakelijk werd gesteld voor niet afgedragen loonbelastingen door het uitzendbureau. En wat dan vaak dan gebeurt is dat er was ook ABU gecertificeerd bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dat geeft dan heel veel vertrouwen. Maar goed, dat is voor de fiscus niet relevant. Als je moet eigenlijk, als je uitzendkrachten of gedetacheerd personeel, ja, dan is het vaak verstandig om met een, het heet nu depotrekening, vroeger heet het G-rekening te werken. Omdat je dan eigenlijk feitelijk betaalt aan de belastingdienst die het weer doorbetaalt naar het uitzendbureau, zeg maar. En dan ben je gevrijwaard voor die claims, zeg maar. Dus het is wel goed om
ja, als je het overkomt, is het echt heel zuur. Ja. Want het gaat om hele grote bedragen dan vaak. En je moet er, je hebt dan het gevoel dat je toch twee keer aan de portemonnee gaat voor één en dezelfde persoon, zeg maar. En dan helpen alle dingen niet van, ja, maar hij was aardig gecertificeerd, hij maakte een goede indruk, website zag er professioneel uit. Dat is allemaal niet van belang, zeg maar. Heb je betaald op die G-rekening of niet? Dat is eigenlijk dan het meest cruciale. Ja. En er komt nu bij dat je moet die registratie checken. Als je dat niet doet, dan kan de inspectie SC-wet, zeg maar, kan een boete opleggen van 8.000 euro tot maximaal 2.000 euro per medewerker. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal van de zotte zijn, zeg maar. Dus ja, het is even administratieve last, maar ja, je moet er wel aandacht voor hebben. Dan naar de volgende. Privé, ja. Ja, box 3 is eigenlijk ook een box waar volgend jaar de pijldatum is eigenlijk 1 januari 2022. Hè. Dat is eigenlijk bepalend voor je box 3 belasting in 2022, zeg maar. Dus wil je dat nog beïnvloeden, dan moet je nu wat doen, om zo maar te zeggen. Dus wat wij altijd vaak zeggen, zijn een aantal basishygiëneregels, zeg maar, van... de eerste vraag die wij altijd hebben van, zeker met de lage rentes van nu, hè, beoordeel of je hypotheek eigen woning niet naar box 3 moet worden verplaatst. Want als die schuld naar box 3 gaat en je hebt daar heel veel bezitting in, dan kan de effectieve aftrek wel eens hoger zijn dan als je de hypotheek in box 1 laat. Dat is natuurlijk wel maatwerk en kijken, maar... het verplaatsen kun je redelijk snel vormgeven, zeg maar. Je verandert een voorwaarde dat die van aflossing naar aflossingsvrij gaat. En dan gaat hij automatisch al naar box 3 toe. Vordering op je BV. Een vordering op je BV die valt in box 1, zeg maar. Dus als je die laat aflossen door je BV, doe dat dan pas na 1 januari. Want als je dat voor 1 januari doet, dan komt het weer in geld binnen. En dan gaat het weer, dan staat het geld op de pijldatum 1 januari 2022 weer in box 3. Terwijl je er misschien 5 dagen hebt gehad, zeg maar. Dus wacht met dat soort zaken pas na 1 januari. En ook belastingsschulden zijn in principe niet aftrekkenbaar voor box 3. Dus als je die hebt, dan mag je die ook, die belastingsschulden kun je ook cederen naar je BV toe, zeg maar. Dat is een technisch verhaal, maar dat betekent eigenlijk dat de BV de belastingsschulden voor haar rekening gaat nemen en daardoor een schuld aan jouw privé weer terug ontstaat, zeg maar. Maar die schuld is dan wel aftrekbaar. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen die je dan kan organiseren. Wat ik al zei, box 3 gaat in 2022, 2023 waarschijnlijk op de schop. Dus houden we ook goed in de gaten. De politieke druk erop en ook de jurisprudentiedruk, om het zo te zeggen, wordt steeds groter. Hè. Er ligt nu bij de Hoge Raad een zaak waarin iemand heeft gezegd, ja, ik heb dat rendement nooit gemaakt dat jullie voor vertellen mij in rekening brengen. Dus ik vind het eigenlijk een strijdig met mijn eigendomsrecht en ook disproportioneel. Nou, 2 jaar geleden werd dat soort uitspraken ook gedaan, maar er werd erbij gezegd, ja, het is niet aan ons als rechter om die wetgeving te wijzigen. Maar de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt, is inmiddels alweer 2 jaar verder. En daar heeft men nu ook als stelling in gebracht, jullie hebben dat niet als taak als rechtbank, maar de politiek heeft nu al 2 jaar niks gedaan. Dus we vinden nu wel een keer dat jullie misschien die taak wel hebben, zeg maar. Daar wachten we eigenlijk op wat daar gaat gebeuren, maar het is wel een inleidende beschieting, denk ik, naar de wijzigingen die men daar toch sowieso op wil gaan maken. En dan, de verwachting is, of de inschatting is, dat men naar toch weer een beetje terug wil naar belastingheffing op daadwerkelijk gerealiseerd rendement, zeg maar. Maar goed, hoe dat vormgegeven gaat worden en of dat ook uitvoeringstechnisch dan weer haalbaar is, dat is natuurlijk ook alweer een vraag. Maar dat er iets gaat gebeuren, dat is denk ik wel helder. Dus hou daar ook rekening mee. Maar goed, voor de korte termijn is dus eigenlijk zorgen dat je op 1 januari dat je zo min mogelijk bezittingen in box 3 hebt.
Dus dat kan ook zijn door je belastingschulden nog van je banktegoeden te betalen voor 1 januari. Nou, creditcardschulden op te ruimen, allemaal dat soort kleine dingetjes. Ja, dan kun je toch een beetje drukken, zeg maar. Nou, verder is het zo dat 2021 het laatste jaar is van de aftrek voor de beroepsopleiding. Dus dat is denk ik wel een voor degene bij wie dat speelt, is dat zeg maar even de piloten die de kosten van een opleiding konden aftrekken, dat is dit jaar voor het laatst, zeg maar. En dat geldt ook voor andere beroepsopleidingen. Dus ja, mocht je nog in een laatste jaar zitten, probeer dan de nota naar voren te halen. Want in privé voor die aftrek is bepalen wanneer je hebt betaald, zeg maar. Dus als je in december betaalt voor een beroepsopleiding die pas in 2022 dan gevolgd wordt, zeg maar even. Dan geldt in privé toch kaststelsel en dan kun je hem nog meenemen. Betaal je hem volgend jaar, dan ben je eigenlijk te laat, zeg maar. En dit past ook een beetje in de trend dat ze eigenlijk langzamerhand een beetje van alle aftrekposten wat gaan versoberen. Deze is er ook helaas onder gezet, zeg maar. Dit jaar is nog een extra schenkingsvrijstelling van 1000 euro erbovenop gezet. Dus we hebben nu in totaal 6600 euro voor kinderen en 3244 voor kleinkinderen. Volgend jaar gaat die 1000 euro weer eraf. Dus dan zitten we weer op 5600 euro en op 2200 euro. Dus ja, als je nog wat wil doen naar kinderen of kleinkinderen, dan zou ik zeggen, dat is nu extra ruimte van 1000 euro bijgegeven, zeg maar. Dus kijk even of je of je dat nog wel wil doen of niet, zeg maar. Dan moet je dat voor het einde van het jaar effectueren. Wat verder ook het geval is, dat de aftrekposten in verband met bepaalde verplichtingen die je hebt, die worden ook steeds meer teruggebracht. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de alimentatieverplichting. De regel is eigenlijk dat men eigenlijk wil dat aftrekposten tegen het laagste tarief nog maar aftrekbaar zijn, zeg maar. Dus elk jaar wordt dat verminderd. Het laagste tarief is een 37-38% voor degene die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. En 19,17% voor degene die dat wel heeft, zeg maar. Dus als voorbeeld het vooruitbetalen van hypotheekrente of alimentatieverplichtingen in 2021 afkopen. Dat kan nu nog tegen een hoger tarief dan bijvoorbeeld weer volgend jaar, zeg maar, omdat die afbouw er elke keer in zit. Nou, moet natuurlijk allemaal wel te realiseren zijn, maar let er wel op. Je kan beter dat soort verplichting beter dit jaar proberen te betalen en aftrek te brengen dan volgend jaar. Nou, en dat geldt natuurlijk met name bij degene die een omslagpunt heeft in de AOW-leeftijd. Hè. Als je de AOW-leeftijd bereikt, dan ga je naar het lagere tarief. Omdat dan de sociale premies wegvallen, zeg maar even. Dus dat kan ook best interessant zijn om dan juist nog wel even dat half jaar hypotheekrente vooruit te betalen. Omdat je dan natuurlijk het verschil tussen 43% en 19,17% aftrek hebt, zeg maar. Dus dan wordt het verschil nog groter. Dus dat is in ieder geval goed om nog over na te denken. In het kader van de schenkingsvrijstellingen kan ik opmerken dat de schenkingsvrijstelling voor kinderen die de eerste eigen woning gaan aankopen, zeg maar, die even afgerond die 100.000 euro, die is niet gesneuveld. Er was een beetje het idee van dat die wellicht weer uitging, hè, in verband met ook de discussie over de ontwrichte woningmarkt, zeg maar. Maar die vrijstelling die is gewoon overeind gebleven. Dus die geldt ook voor het jaar 2022. Dus die gaat gewoon wel door naar nu. In ieder geval de stand van zaken dat er nu doorgaat. Wat er in 2022 weer mee gebeurt, dat is dan de volgende vraag. Maar ik denk dat het dan pas weer afschaffing wordt per 1 januari 2023. Maar voor 2022 gaat het in ieder geval nog gewoon nog door, zeg maar. Dus dat is voor degene die dat overwegen, let op, volgend jaar kan als het laatste jaar zijn. Ja. Lijkt me wel eentje die in de nieuwe plannen misschien wel eens onder de loep zal worden genomen. Ja. Ja, dat is een beetje de, zeg maar even, de samenvatting van dit jaar eigenlijk, is dat een aantal maatregelen waren eigenlijk al verleden jaar in gang gezet, zeg maar.
En zoals die verlaging van de schrijvende VBB-tarief. Dus dat is eigenlijk vraagt nu wel heel veel aandacht, maar was al redelijk bekend, zeg maar. Door demissionair kabinet zijn niet echt heel veel wijzigingen geïntroduceerd of afgeschaft, zeg maar. En is eigenlijk wachten tot het nieuwe kabinet gaat aantreden. En of die de onderliggende studies die er wel zijn vanuit het ministerie, ambtenaren hebben bouwstenennotities geschreven. Men heeft nieuwe regelingen wat doorgeschoven, ook om dat aan het nieuwe kabinet over te laten. Dus ik verwacht eigenlijk dat we het jaar 2022, als we hier volgend jaar weer zitten, dat er dan veel meer veranderingen te vertellen zijn, zeg maar. Laten we daar het beste van hopen, zou ik bijna willen zeggen. Dat het niet te heel te wild wordt, zeg maar. We zijn ook bij de laatste sheet dan nu. Ik laat me heel even in beeld zien, maar de mensen die krijgen ook de sheet. Vragen, je hebt ook wel aan het begin gezegd, neem het niet allemaal klakkeloos over. Je kan altijd bij jou met je e-mailadres en je telefoonnummer ben je bereikbaar. Kunnen ze aandacht vragen, maar ook wat je al zei van bij de eigen adviseur is dat ook zeker mogelijk. Ik stop even met het delen. En ik weet niet of er nog verder vragen zijn. We hadden al wel, zeg maar, en dat had Rick even gedaan, ik herinner me het weer van de Mia, de Kia en de Heer. Komen we dan weer voorbij. In de Mia hadden wij wat opgezocht bij de RVO, om die even met de mensen te delen. Ja. Maar moet je even opletten, dat is nog de lijst 2021, hè? Ja klopt. Je was aan het kijken wanneer de nieuwe lijst uitkwam. Ja, die mensen komt in januari wel binnen zeilen. Ja. Maar je kan de lijst 2021 wel als richtlijn vaak nemen voor de dingen die voor de MIA in aanmerking komen, zeg maar. Ja. Normaal gesproken zouden we nu... we hebben nog steeds de ruimte voor vragen, maar die hebben we nog niet gehad. Maar mochten die komen, dan kan dat ook nu. En je kan jezelf ommuten. We zouden normaal dan ook even met elkaar wat drinken. Daarom hadden we ook op dit tijdstip dat gedaan. We hebben het ook al eens een keer 's ochtends gedaan. Maar we hebben het nu op dit tijdstip gedaan. Maar dat zal hopelijk dan wel weer een keer zeg maar in het komende jaar komen. Dus ik doe nog één keer een vraag of de mensen nog vragen hebben. Maar dan was het heel duidelijk, André. Ja, ik zal de presentatie even opnieuw naar jullie toesturen. Ik zag dat mijn e-mailadres ook per buis verkeerd stond. Dus ik denk dat... Dat is niet handig, nee. We kunnen ook wel even samen even overleggen zo direct. En dan pas ik hem even aan. Dan stuur hem gewoon naar iedereen toe. En dan heeft iedereen ook mijn juiste e-mailadres. Ja. Dan loopt dat. Yes. Ja. Dus, maar dan kunnen we hem, denk ik, afronden. Ik zie geen gezichten van het behoofd van Annette. Maken we daar een kort verslag van en de mensen kunnen dit ook eventueel nog terugkijken. Ja, nou, heel erg bedankt. Ja. Ja, geen dank. We vinden dat aardig om te doen. En ik hoop dat, dat je er voordeel aan hebt, want dat is ook de bedoeling dat we dat ook voor onze leden en ondernemers doen. Oké, hartstikke goed. Dan sluit ik af als je het goed vindt. Ja, dan sluit ik ook af en dan gun ik iedereen een heel fijn weekend en een fijne dagen al. Want daar gaan we toch wel naartoe. Goed weekend. Joep. Joep, hoi.